eenvoudige wiskundige reeks waarin de som van twee getallen het opvolgende getal vormt. Denk maar aan 1, 1, 2, 3. Je ziet de spiraal veel in de natuur, bijvoorbeeld in een slakkenhuis of koralen. Het net dat je ziet is trouwens gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Met de afwisselende, gekleurde animaties willen de kunstenaars verschillende emoties verbeelden. Wat voel jij? Hola. Parabolic light cloud. Amigo and Amigo. The Australian duo Amigo and Amigo were inspired by the Fibonacci spiral. Welcome to Amsterdam. Of the two previous numbers form the following digit. Just think of 1, 1, 2, 3. This sequence is omnipresent in nature. For example, in a cochlea or the dimensions of this artwork. By the way, the net you're seeing was made out of recycled plastic bottles, and the colorful animations represent an array of emotions. How does it make you feel? Next artwork is projected on the facade of the Hermitage, just before the bridge on the left. Het volgende kunstwerk is door kinderen gemaakt, wordt geprojecteerd op de gevel van de Hermitage, net voor de brug. Neighbors, Tochka. Ieder jaar nodigt het festival scholen uit om mee te werken aan een kunstwerk. Dit jaar is dat Neighbors, van het Japanse duo Tochka. Ze zijn gespecialiseerd in live painting animations. Dat zijn animaties die ze maken met licht en een camera met een lange sluitertijd. Kinderen uit 30 schoolklassen hebben in workshops deze bijzondere techniek geleerd. Tochka bewerkt al deze tekeningen tot een groot verhaal over communicatie tussen buren dat iedere avond anders is. Neighbors, Sarchka. Every year, the festival invites kids to contribute to one of the artworks. This year, the piece is Neighbors by the Japanese artists Tochka. This duo specializes in light painting animations, which are created using light and a long exposure camera. Children from 30 school classes participated in workshops where they learned this technique. Tochka edited their drawings into a story about communication between neighbors, which is a little different every night. And now we are on the Amstel, the River Amstel. And if you look to the left, you have a perfect view on the skinny bridge, the Magere Brug. So here on the left, here on the linkerkant, de Magere Brug met links een Koninklijk Carré. En we varen nu over de Amstel. En we gaan nu de Oude Herengracht in. We are now heading for the Gentleman's Canal, the Old Gentleman's Canal. Het grootste deel van de panden tussen de Amstel en de Leidsegracht waren omstreeks 1672 voltooid. Doordat een nieuwe, strakke stijl populair was onder architecten, lijken de huizen hier meer op elkaar dan oudere gebouwen. Decoratie bleef vaak beperkt tot de